Hoi, leuk dat je kijkt naar het nieuwe minicollege van Museum Arnhem. Nou, het is al even geleden dat ik er vorig heb opgenomen en jullie hebben dus even moeten wachten. Ja, sorry daarvoor. Ik was gewoon weg te druk met andere zaken. Ik moest mijn nieuwe huis verbouwen, ik moest er naartoe verhuizen. Tussendoor kreeg ik nog mijn tweede kind, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar ja, je bent er wel druk mee bezig, dus vandaar dat het wat langer duurde. Maar hier ben ik weer met een nieuw minicollege en dat ja, doe ik zo te zeggen vanuit een huishouden van Jan Steen door al die omstandigheden. En dat is ook toevallig, want vandaag ga ik het hebben over Jan Steen. Museum Arnhem heeft namelijk een werk van Jan Steen in de collectie. Dit werk heet Het Krakeel en is geschilderd in 1671. Nou, een krakeel dat is een ouderwets woord voor een opstootje. En dat is ook hetgeen wat we zien op dit schilderij. We zien wat mensen rond een ton bij een herberg. En op die ton, daar is een kaartspel gespeeld. Alleen dat is nu wel voorbij. De mannen links, die zijn goed gestemd. Maar de man rechts, die is echt ziedend. Die heeft al zijn rapier, dat is een klein zwaardje, die heeft hij al getrokken. Maar gelukkig wordt het tegengehouden door een oudere vrouw. Nou, in de achtergrond zien we nog een man wegrennen met angst voor eigen leven. Dit schilderij is altijd gezien als een typisch werk van Jan Steen. Het is een zogenaamd genre schilderij. Een schilderij waarop het leven van alle dag te zien is. Alleen toen ik het ging onderzoeken voor het onderzoeksproject dat ik doe bij Museum Arnhem, viel me op dat er waarschijnlijk nog een diepere betekenis achter zit. Nou, je zal waarschijnlijk wel gezien hebben dat er in de voorgrond een kind op de grond ligt. Nou, dat kind is waarschijnlijk gevallen, het ligt op de knieën, het huilt. En achter het kindje ligt een mand. Nou, dat kindje zal de mand gedragen hebben, de mand is ook gevallen. En er zijn verschillende spullen uitgerold, er zitten nog een paar in. Maar eigenlijk is die mand met spullen eigenlijk altijd gezien als een mand met speelgoed. En zo is dat ook beschreven in de 18e eeuw in een fijne catalogus. En nou, er is eigenlijk nog nooit gekeken naar wat die spullen nou precies zijn. Maar als je daar nu goed naar kijkt, dan valt het op dat al die objecten iets te maken hebben met het katholieke geloof. Zo zien we een beeldje van Maria met kind. We zien een Sint-Jacobsschelp liggen. Dat is het symbool van pelgrimage, een typisch katholiek gebruik. We zien een Bijbel liggen. We zien een rozenkrans liggen, een ketting die werd gebruikt bij het bidden. We zien het koord van een Franciscane monnik uit de mand hangen. Er ligt een vlaggetje, die werd gebruikt bij kermissen en bij ommegangen. En je zal het in eerste instantie niet denken, maar ook die mosselen die zijn typisch katholiek. Die werden namelijk gegeten op vastenavond, de avond voor carnaval. Het is dus waarschijnlijk niet het geval dat Jan Steen zomaar het leven van alle dag heeft willen schilderen met het werk. Daarvoor zijn die objecten veel te specifiek en er lijkt dus een bepaalde boodschap achter te zitten. Jan Steen heeft iets willen zeggen over een opstootje, een gevecht, in relatie tot het katholieke geloof dat wordt uitgebeeld door dat kind dat op de grond gevallen is. Nou, laten we beginnen bij dat kind. Dat kind staat dus voor het katholieke geloof. En als je oude boeken erop naslaat over spreekwoorden en gezegden uit die tijd, dan valt het op dat soms mensen of andere zaken worden omschreven als het kind. En dat wil zeggen dat iemand als gezag en macht kwijt is en dat eigenlijk niemand er meer rekening mee houdt. Dat het niks meer in de melk te brokkelen heeft. Nou, en dat was het geval met het katholicisme in Nederland in de 17e eeuw. Want door die 80-jarige oorlog werd uiteindelijk ook het katholieke geloof verboden in Nederland. Nou, men mocht geen katholiek meer zijn. Het werd toch een beetje gedoogd. Er waren schuilkerken, er moesten stiekem de mis voeren. Maar in principe mocht het dus niet meer. Het was het kind geworden, het had niks meer te zeggen. En nou, het had dus niks meer in de melk te brokkelen. En ik heb het onderwerp 80-jarige oorlog nu al genoemd. En dat is natuurlijk een reeks geweest van opstootjes, van krakelen, van gevechten. En dat zien we ook op dit werk. We zien een gevecht. En dat kind dat lijkt te zijn gevallen door dat gevecht, net zoals dat het katholieke geloof in Nederland gevallen is door die 80-jarige oorlog. En er zit waarschijnlijk nog een verwijzing in dit schilderij naar de 80-jarige oorlog. Nou, de man die het spel verloren heeft en die zo ontzettend boos is, is waarschijnlijk een personificatie van Spanje. Nou, en wel hierom, want nou, hij wordt tegengehouden door een oudere vrouw en die heeft aan haar riem heeft ze twee sleutels hangen. De sleutels zitten een beetje gekruist en doen daardoor sterk denken aan het wapen van Leiden. Leiden, dat is de geboortestad van Jan Steen. Daar is hij opgegroeid en later ook weer terug verhuisd nadat hij een poos in Haarlem heeft gewoond. En Leiden heeft een belangrijke rol gespeeld in die 80-jarige oorlog. Dat was met het Leids ontzet van 3 oktober 1574.
Toen heeft Leiden als stad dapper weerstand geboden tegen de Spanjaarden en die Spanjaarden ook verdreven. Helaas heeft Jansteen geen uitleg geschreven voor dit schilderij en achter op het werk geplakt. Ja, en daarom zijn nog heel veel dingen onduidelijk over de betekenis van dit werk. Gaat dit over de 80-jarige oorlog in het algemeen? Of gaat het over de rol van Leiden specifiek in dat lange conflict? Ja, dat weten we vooralsnog niet. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat Jansteen zichzelf in het werk heeft geschilderd. Hij is namelijk een van die vier lachende mannen. En het is misschien wel de man die het hardste lacht. De man met de blauw-witte kruik. En dat maakt het dus nog ingewikkelder, want Jansteen zelf was katholiek. En dat is apart. Want waarom staat Jansteen te lachen bij een opstootje waarbij zijn eigen geloof het kind van de rekening is geworden? Nou, en dit geeft maar aan hoe complex zo'n oorlog eigenlijk kan zijn. Want het kan bijvoorbeeld zo zijn geweest dat Jansteen het een prima idee vond dat Nederland zich had afgescheiden van het Spaanse Rijk. Maar dat hij toch wel erg zonde en erg naar vond dat zijn geloof daarbij verboden werd. Het gegeven dat Jansteen katholiek was, ja, dat is eigenlijk niet echt terug te zien in zijn oeuvre. Het is wel zo dat bijvoorbeeld een bepaald geschilderd bijbelverhaal, dat geïnspireerd is op een katholieke bijbel. En we weten van het Sint-Nicolaasfeest in het Rijksmuseum dat daar een protestantse en een katholieke versie van is. Maar zo'n specifieke kritiek op de behandeling van het katholiek geloof in Nederland, ja, dat kenden we nog niet van hem. Het is dus een uniek werk en het onderwerp is eigenlijk best wel interessant. En we moeten er nog wat langer naar kijken en wat langer over nadenken om precies te achterhalen wat de bedoeling is geweest. Maar soms weet je dat ook gewoon niet. Want het kon natuurlijk niet zo zijn dat Jansteen te opzichtig zo'n omstreden boodschap kon schilderen. Hij had nog best wel wat te verliezen. Hij was natuurlijk wel een succesvol schilder, maar ja, dat kon ook weer zo voorbij zijn. Dus ja, misschien komen we er nooit achter wat hij er nou echt mee bedoeld heeft. Dit was hem weer voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende keer.